praten. De Dolfijn 2 gaan aan de leiding in deze estafette. Ties Else Roman naar 50-03 dichtbij naar de heren van de Heek Swimming. En dan komen we hier nu naar de tweede 100 meter. De Heek Swimming in baan nummer 6 heeft de voorsprong in handen. Ian Minning daarvoor, Sam Zijl. We hebben 16 teams die hier in de series meedoen. We hebben 8 plaatsen vanavond in de finale. De Heek Swimming gaat aan de leiding in baan nummer 6. Het is 1:40:68. Tweede tijd voor de Dolfijn 2, de derde tijd voor de Dolfijn 1. En de achtervolging wordt ingezet op Melvin Prins van de Heek Swimming. We hebben daar achtervolgers Jesse van der A, Jesse van Dijk, Justus Kiekema, die de Heek Swimming proberen te achterhalen voor de Dolfijn Amersfoort. De Dolfijn met 2 teams in het water in deze estafette. Maar de voorsprong blijft er voor de Heek Swimming. De voorsprong in handen van Jesse van der A. Nu naar het laatste moment, het laatste wissel. Melvin Prins daar dus hield de voorsprong vast voor de Heek Swimming. En de achtervolgers zijn de Dolfijn 1 en 2 in Amersfoort. Dan is daar de Dolfijn 1, Tom de Boer, die het gat dichtzwemt naar de Heek Swimming. Laatste keerpunt aan de startzijde van deze heren. Het gaat dus om een plek in de finale. Brendan van den Berg in baan nummer 6 en Tom de Boer in baan nummer 5. Van den Berg weert zich kranig tegenover Tom de Boer. Die met dat keerpunt nu langzij komt. En dan in de laatste meters de leiding probeert te pakken. Dat wordt een close finish in het voordeel van gelijk. Tom de Boer, Brendan van den Berg, 3:23:02. Fantastische strijd daar tussen de Dolfijn en de Heek Swimming. Die eindigt in een gelijke uitslag na 4 keer 100 meter. Vrije slag bij de heren. Derde positie voor Amersfoort. Derde positie voor de Dolfijn. De vierde positie voor Amersfoort. U ziet de officiële uitslag op het scorebord staan. En wij gaan verder met de tweede serie. En daar staat op baan 1 DWK. Op baan 2 Hellas Klana. Op baan 3 PSV.